Wereldrestaurant samen geweest. Even een cadeautje afgegeven. Nou, ik heb deze maar even aangeschaft. Ik ga hem gewoon proberen. En dan horen jullie vanzelf wel of het wat is. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 28 juli 2021. En het is nu 12:55 in de middag, ja. En ik loop nu lekker buiten met de drie hondjes. Even om eventjes lekker mijn route te doen. Rodi komt straks met de auto mijn kant op. En we wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, flikken. Voor. Ja, mijn mooie meisje. Mijn mooie meisje. En daar hebben we Lady. Ben je lekker gras aan het eten, schatje? Kijk, de blauwe lijn is voor Lovely. En de rode lijn is voor Lady. Hoe toevallig. Ja, even plassen. Goed zo, moet ook gebeuren. En jij bent lekker gras aan het eten, hè meis? Ja. Ja, mensen. Lieve familie, lieve vrienden, lieve kennissen. Lieve allemaal. Leuk dat jullie nog steeds gezellig kijken. Ja. Ja. Vind ik heel fijn. Ja. Ik spoor niet helemaal. Maar we gaan nu even naar een wereldrestaurant samen. Ja. En onze intentie is dus om nou niet te gaan eten daar. Maar om eventjes een cadeautje even af te geven daar. Want manager, hè, toch? Ja, de manager al daar. Die is vandaag jarig. Dus ja, en die moeten we dus niet vergeten. Nee, dus daar gaan we eventjes. Daar gaan we dus nu naartoe. Dus dus onze intentie is niet om te eten. Dat is volgende week zaterdag wel. Op mijn verjaardag. Dus we gaan nu even gezellig naar Wereld Restaurant samen. Om dus even een cadeautje even af te brengen bij de manager. Dus gezellig. Zo, nou, inderdaad. We zijn even bij Wereld Restaurant samen geweest. Even een cadeautje afgegeven. En de manager die vond het helemaal geweldig. Nou, tot volgende week, zaterdag. Maar dat is toch leuk. Remmen in een bocht is leuk. Dag. Ja. Handig. Oh, jij maakt een hoop kabaal. Wat voor auto? Dat is een elektrische die zo nu naast je komt rijden. Dit is een Mustang. Ja, dat is een Mustang. Broekhuis. En Broekhuis, en dat zit hier. In de buurt. Daar is maar één dealer van. Broekhuis, volgens mij. Fiesta. Rijd door, man. Goed zo. Ga je er vanaf? Goed zo. Daag.
en deze kant inhalen, zeker. Met je BMW. Ja hoor, tuurlijk. En jij gaat ook in, ja, en daar mag je inhalen. Yay. Wel wat aan, maar dat is nog helemaal achter. Kijk, en daar hebben we Ro. Spiegeltje. Ook deze busje die wil ertussen. Je moet een beetje doorrijden. Ik 60 ga rijden hier. Nou, dan ga je die andere kant op, lief. 1, 2, ik wil net zeggen. Of je gaat hier eraf en dan via de... Ja... Of hier langs, oh god. Ja, hij zit. Dit is helemaal file. Daar zijn ik al van daar langs, man. Geef niet. Zeker de rood. Toevallig een oranje auto staat. Maar wat dit is, snap ik nog steeds niet in dat bordje. Wie weet wat dit bordje betekent? Dat is voor de tram. Oh ja, en voor de tram, maar wat? Dat betekent dat er een groene tram rechtsaf maar. De andere tram moet er links en rechts door. Wisselstalk. Ja, groen. Hij ziet het niet eens. Dan sta je er straks nog. Sta weer rood. Hè? Sta weer rood. Sta weer nog. Ja, maar hier mag je wel weer toren, maar daar niet.
ijsje. Nee. Nou, ik heb deze maar even aangeschaft. Ik ga hem gewoon proberen. En dan horen jullie vanzelf wel of het wat is. Deze is dus op dit moment bij de Action dat ik het heb gekocht. En dat was nu 28/7/2021. Heb ik dus deze gekocht op die datum. En nou ja, ik ga hem gewoon even gelijk even uitpakken samen met jullie. Dus ik zet jullie even op mijn houdertje neer en ik ga de camera draaien. En dan gaan we hem gewoon zo meteen aandoen. Ja, nou, ik heb dus deze gekocht. Ik ga hem gelijk even uitpakken vanzelf. Dit is dus voor insectenbestrijder. Dus ik heb hier nog wel eens vliegen in huis. En Roderick die zegt dat is een beetje preus, maar we gaan het merken. We gaan het meemaken. Hier zit dus een stekkertje aan. Je moet een stekker, ja hoor, een snoer aan. Zo, goedemorgen. Dit is dus wel dus op USB, dus je moet echt zo'n dingetje hebben. Want anders werkt het gewoon niet. Alles is en wordt allemaal USB of nog USB-C. Dus daar kunnen we echt verder niks aan doen. Dus ja, ik ga hem bij mijn tv neerzetten, want hij geeft ook blauw licht, zei Ro. Want Ro had hem al gelijk thuis aangezet. Ik nog niet. Nou, deze en deze, dat moet dus... Net andersom. Zo. En dan ga ik hem zo meteen eens kijken. Oké, dat is dus open. Oké, geen idee. Zo. On of. Geen idee wat on of is. Nou ja, on. Ik weet niet. Want hier precies hier... Staat dus on-off. Ik zal even deze bakje er weer opzetten. Geduld. Ik weet niet of jullie dat heel goed kunnen lezen zometeen. Zo, kiekeboe. Nou, hier staat dus off. Ja, kijk. Daar staat on en daar staat dus gelijk ook off. Hier staat on en daar staat off. Dus ik weet niet hoe en wat, maar... We gaan het meemaken. Ik ga hem zo meteen gewoon lekker aanzetten. En dan, ja, ik zou zeggen, kijk even mee. We willen hem dan heel eventjes op deze plekje hebben, hier. Mooi daar. Zet ik hem aan. Hij is heel zachtjes. Qua geluid. Hij geeft ook licht. Dus jullie gaan het horen van mij of hij fijn is die of nee. Oké, wat ga ik eten? Ik ga deze eten. Ik ga chipolata worstjes met deze ga ik eten. En dan ga ik nog deze eten. Ja, heb ik gewoon zin in. Dus lekker veel worstjes. Ik hoop dat het lekker is. Ik weet het niet. Ik durf het niet te vertellen. Het pannetje staat al lekker op het vuur. Dus ja, ik eet vanavond alleen. Want Ro is nu net eigenlijk naar huis. Het is nu net 5:30. Want om 5:00 kwamen we thuis. Dus ja, even allemaal ding snel, snel, snel. Dus Ro is gewoon back off. Ik heb wel met hem afgesproken om samen met de hondjes te gaan lopen later op de avond. En anders doe ik dat ook lekker alleen. Maakt me helemaal niet uit. Nee. Weet jullie wat ik zo leuk vind? Moet je opletten. Dit dus. Hi, Messi. Hi, Levi. Jetty. Dames, kijk eens. Jetty. Nee? Zo lief dit ook, hè. Dan komt hij er ook nog eens even lekker bij. Hey, trouwens, lady, mag ik er even bij? Lady, kom eens hier. Kom, ga eens even. Mag ik er even bij? Ja, doe maar. Kom hier erop. Kom. Ja, kom. Erop. Kom. Kijk, nou mag je liggen. Doe maar. Ga maar liggen. Ja.
Oeh, lekkere. Ja, goed zo. En nu zijn ze even allebei los. Even kijken hoe dit gaat. Want Loffe is dit hier nog niet gewend. Op dit stuk los duurt hij wel. En Lady blijft gewoon aan de lijn. Officieel, als ik het via de website ga kijken of het hier mag of niet, dan mag het dus eigenlijk niet. Maar, joh, hè? Moet kunnen. Het is 1. Het is 2. Go! Onder het door. Kom, eronder door. Ja, go! Goed zo! Nou, de dames die hebben het wel weer naar hun zin hoor. Ja, ik ga jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze leuke vlog. Vind deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en laat een leuke reactie achter. En dan zien jullie mij morgen weer bij een gloednieuwe vlog.